Welkom, mijn naam is Kees de Loo. Ik probeer iets uit te leggen wat politieke geografie is. Dat gaat in de meest brede zin gaat het over de relatie tussen ruimte en macht. Aan de ene kant gaat het over hoe dat macht ruimte inricht. Vormen van grenzen is daar een heel belangrijk voorbeeld van. Hier zie je het grenshek van, aan de grens bij Hongarije, dus door de Hongaarse staat gemaakt. En die heeft die ruimte dus ingericht. En dat heeft dus gevolgen voor wat mensen met die ruimte kunnen doen. Hè? Dat is ook een belangrijk onderdeel van de politieke geografie. Migranten kunnen niet meer zo makkelijk de grens over. Aan de andere kant heeft de ruimte ook invloed op machtsrelaties. Machtsrelaties moet je dan wat breder zien, hè? Daar komen we later over. Bijvoorbeeld met onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is de ligging, de ruimtelijke context van het Verenigd Koninkrijk, heel belangrijk. Aan de ene kant heeft het dus een grens met Ierland. Hè, en die grens, hè, dat is door macht ingericht, maar is nu fysiek aanwezig. En die heeft dus nog steeds invloed op die relatie die gemaakt kan worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En wat dat dan de gevolgen voor Ierland zijn. Maar misschien nog belangrijker is de nabijheid van Europa. En dat wordt als argument gebruikt waarom dat het Verenigd Koninkrijk extra gecontroleerd moet worden. Hè, door de nabijheid en door de sterkte van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Dat beïnvloedt de relaties en hoe dat de Europese Unie die vorm wil geven. Nou, als je het over macht hebt, kan je heel veel over zeggen. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende vormen macht. Aan de ene kant heb je meer een instrumentele, fysieke vorm van macht. Dat is bijvoorbeeld een politieagent die een wapen heeft of een knuppel en die kan die gebruiken tegen demonstranten bijvoorbeeld. Maar dat is ook, die politieagent heeft ook institutionele macht. Het is een functionaris, er is een organisatie achter. Het is niet alleen de klap die kan geven, maar of dat je vast kan houden, maar hij kan ook in het strafsysteem inleiden. Dus het is onderdeel van de organisatie. En die macht van die politieagent in dit voorbeeld is dus niet alleen gebaseerd op fysieke macht, maar vooral ook op institutionele macht. En daarnaast is er wat vagere vorm van macht. Dat is discursieve macht. Dat gaat eigenlijk over die ideologie, de legitimiteit waarmee dat verbonden wordt. Dus een politieagent, dat is dan verbonden in het idee dat we in een rechtsstaat leven en dat iedereen zich aan de wet moet houden en dat het iets positiefs is. Dat het houden aan de wet, dat is iets wat iedereen nastreeft. En dat is natuurlijk wel vaak iets waar discussie over mogelijk is. Wel of geen mondkapjes bijvoorbeeld. Mag de overheid dat? Dat afdwingen. Als je het verder over macht hebt, is het ook belangrijk dat er verschillende aspecten aan macht zitten. Het is iets om iets voor elkaar te krijgen, om iets te bereiken. Hè? Maar het is ook vaak om iets te voorkomen. Hè? Het is aan de ene kant iets dynamisch, aan de andere kant passief. Hè? Met grenzen is daar ook een mooi voorbeeld van. Hè? Aan de ene kant is de grens iets wat tegenhoudt. Aan de andere kant is de grens de plek waar contacten mogelijk gemaakt worden. Daarnaast is een ander aspect van macht, is dat het gaat over de relatie met anderen. Het gaat vaak over mobilisatie, het overtuigen van medestanders, wat dan eigenlijk een win-win situatie oplevert. Aan de andere kant wordt macht ook vaak gebruikt tegen anderen, tegen de ander, en dat is het doel van de macht, om de tegenstander te doen verliezen. Dat gaat dan weer meer over materiële vormen van macht. Hoe dat vroeger naar macht gekeken werd. Dan gaat het heel erg over winnaars en verliezers. Fysieke winnaars en verliezers. Maar het belangrijkste is dat je stept over macht en de relatie met mensen. Dat het toch altijd een wisselwerking is. Hè? Aan de eerste plaats, als je naar het sociale aspect kijkt, dat staat als tweede punt hier. Het gaat over machtige en minder machtige. Dat wil dus niet zeggen dat macht iets is wat de machtigen alleen hebben. Het gaat om de relatie die machtigen hebben met hun omgeving, met de mensen waarover ze macht uitoefenen. En dat geeft natuurlijk ook een zekere vorm van weerstand, van verzet daarin. Het is nooit eenzijdig. En het gaat ook heel erg
een andere wisselwerking, hè, wat natuurlijk bij politieke geografie heel belangrijk is, gaat het om wat ik alleen heb gezegd, om die wisselwerking tussen ruimte en macht. Dat is ook een tweezijdige relatie. Nou, dit geeft een overzicht van op hoofdlijnen waar de politieke geografie over gaat.